De Eindhovense kunstenaar Cornelis Lemaire heeft sinds gisteren een eigen galerie. En die werd geopend door burgemeester Van Gijzel. Bij deze verklaar ik officieel de nieuwe versie van het Van Abbehuis voor geopend. Bravo. In de voormalige Van Abbe Villa aan de Bilderdijkstraat wordt vooral het eigen werk van Lemaire geëxposeerd. Maar ook het werk van de Reuselse kunstenaar Nico Vrielink is te zien. De kunstenaars hebben de villa van de gemeente gehuurd. In de toekomst gaan ze er ook workshops geven.